Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 22 december. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik heb het ijskoud, maar het was gisteravond ook al aan het vriezen. Dus ik dacht, oei, het is wel echt koud. Dat was wel wat minder, maar oké. Ik ben net geschrokken, jongens. Ik zag ineens... Ik zal het even goed uitleggen. Kijk, ik heb hier al... Als je hier kijkt, zie je mijn portiekje. Dat glas is voor mijn portiekje. Dat maak ik zelf wel eens schoon. En ik heb daar zeg maar ook een... hoe heet dat staan? Dat houten opstellingtje waar ik mijn beeldjes op heb staan. En ik hoorde dat bewegen. Dus ik dacht, hé, er staat iemand boven. Nou verwacht ik wel pakketjes, maar die zouden nog niet komen. Ik vraag me überhaupt of dat ik het nog ga redden voor de kerst. Maar oké. Dus ik dacht, oh, wat is dat? Maar toen zag ik dus dat iemand gewoon met een schoonmaakdoek mijn raam daar aan het schoonmaken was. Dus dat wordt ook wel schoongemaakt. Ik doe het zelf ook wel hoor. Maar ik wist dus eigenlijk niet dat dat gedaan werd. Eigenlijk best wel raar dat ik het na 3,5 jaar nog steeds niet weet dat dat gedaan wordt. Maar oké, dat was het dus. En toen later zag ik dat ze ook de buitenkant aan het schoonmaken waren met een borstel. Dus op zich natuurlijk wel heel fijn. Dus ja, de planning voor vandaag. Ik ga zo even schoonmaken. Dan ga ik ook alvast daarna, als ik dat heb gedaan, eventjes alvast kerstmake-up uitzoeken. Nou denk je misschien, meid, het is woensdag, het is nog helemaal geen kerst. Klopt. Ik slaap de laatste dagen heel onrustig, ik weet niet goed, ik zit met van alles in mijn hoofd. Dus ik dacht, nou, misschien als ik gewoon alvast wat dingen doe, waarvan ik dan weet dat ze geregeld zijn, dat het dan wat beter wordt met slapen. Dus ik dacht, dan ga ik alvast kerstmake-up uitzoeken, wat ik dus wil gaan dragen met kerst. Dan weet ik dat gewoon al. Ik dacht, dan kan ik jullie daar wel even bij zetten. Is misschien wel leuk voor jullie. En daarna ga ik gewoon even bullet journalen. Gisteravond heb ik Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. Dat was ook wel weer een hele interessante uitzending. Was ook wel weer met hondjes. Met een fokkerij. Dus dat vond ik allemaal wel heel sneu. Maar ze hebben op zich wel weer een goede confrontatie gehad. Daarna had je eigenlijk niet zoveel meer. Want ja, de roos werd ook uitgezonden. Maar ik hoorde vorige week dat Stefano Keizers in zijn naki was verschenen. En dat dat niet geblurred zou worden. Toen dacht ik van... Nee, ik sla over. Ik vind het soms nog best wel grappig om te zien. Maar ik las de reacties dat mensen helemaal niet hadden gelachen. En dat het ook een hele slechte roos was dit jaar. Dus ja, het was eigenlijk gewoon een beetje zeppen. Maar er was verder niet zoveel. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Als het goed is, zijn... Nee, nog niet helemaal klaar. Nog een klein stukje, maar dat komt goed vanavond. Ik heb Netflix gekeken en daarna Witser, dus dat was het ook. Ik ga nu eerst even schoonmaken. Mijn batterij begint ook te knipperen, dus die moet ik zo ook eventjes vervangen. En zet ik jullie er even bij als ik de make-up ga uitkiezen. Aangekomen in de slaapkamer, dus laat ik maar eens even wat make-up gaan uitzoeken nu. Oké, dit is wat ik tot nu toe heb verzameld. Een poeder, een primer, een glittermascara, een oogschaduwbasis, een foundation voor de wenkbrauwen, twee concealers, blush, highlighter en voor de lippen. Bronzer wil ik nog pakken. Die zit denk ik in mijn reviewbak, dus daar moet ik eventjes nog naar kijken. Maar dit is wat ik tot nu toe even heb verzameld. Ik wil ook nog even wat voor de nagels gaan verzamelen, dus dat gaan we ook nog eventjes doen. Nagellak die er is bijgekomen. Deze die is voor oud en nieuw met een zilver glittertje. Wil ik dan met zwart doen. Ik heb gewoon deze gepakt voor de kerst met gouden glitters. En daar komt dan dit rode lakje bij. Dus dat is in ieder geval ook weer mooi gedaan. En kijk. Pamse die staat ook gezellig onder de boom. Die is er ook gezellig bij. Harry. Dus nou, ik vind het leuk. Alleen mijn boom knippert weer. Dus ik ga hem weer even op de andere stand zetten. Vakje 22 alweer.
We zijn er nu natuurlijk echt bijna doorheen. Volgens mij zijn het ook een soort nagelstickertjes die je gewoon op je nagel kan plakken. En die kun je dan een beetje veilen als het goed is. Ik heb het wel eens gezien. Ik heb het nooit geprobeerd. Deze zouden dan voor je duim zijn. Ze lopen wel echt af naar je pink. Maar je hebt wel meerdere varianten. Dat, hoeveel zitten erin? 2, 4, 6, 8. Wacht even hoor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja. Nou, leuk. Heel leuk. Is ook een keer leuk om te proberen. Ik heb nu voor kerst natuurlijk al wat uitgezocht, maar ik vind het er wel heel leuk uitzien. Dus ja, superleuk. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Het is wel leuk om een keer te proberen. Ik heb alles in ieder geval mooi weer schoon. Katten hebben net gegeten. Mijn was is klaar, want die had ik ook nog aangezet. Dus die kan mooi zometeen de droger in. Ja, op zich wel een lekker middagje zo. Alles mooi klaar. Dus ja, toch weer even op de boeken gedaan. Want eigenlijk vind ik het een beetje lastig met de kerstboom. Maar het kon nu toch. Ik kon er mooi langs. Dus dat is mooi prima. Plannen voor vanavond. Je hebt het perfecte plaatje, de finale. Dat ga ik kijken. Ik heb twee schermen, want je hebt ook Ajax die moet spelen. Dus dat wil ik natuurlijk ook zien. Nou ja, ik moet de vlog uploaden. Ik moet eventjes de laatste bewerkte foto's afmaken. En dan moet ik die, dan kan ik mijn artikel eventjes schrijven. Ik wil eigenlijk mijn laptop nog een beetje opruimen. Die zit wat vol, dus even kijken hoe ver ik een beetje kom. Ik heb vanavond volgens mij nog mijn Netflix-serie. Het kan zijn dat dit de laatste aflevering is, maar dat weet ik niet zeker. Nieuw Amsterdam staat in ieder geval nu online. Maar het is nu zo lastig, want nu komt Emily in Parijs. Die komt ook vandaag online. Dat vind ik ook zo mooi. Maar ik ga eerst maar Nieuw Amsterdam kijken. En ga ik daarna Emily in Parijs kijken. Want dat vind ik ook zo mooi. Ja, soms is er echt dat je bijna geen keuze hebt. En soms moet je echt kiezen. Dat is soms best wel lastig. Vanavond heb ik wel weer Hudson en Rex. Want die heb ik ook alweer opgenomen. Die komen wel weer gelukkig. Dus dat is wel leuk weer. Dus ja, dat wordt het verder ook. Dus ja, hopen dat Ajax wint. We hebben als het goed is niet een hele moeilijke tegenstander. Dus het zou als het goed is wel moeten lukken. Dus dat hoop ik. Dus ja, nu even de was in de droog. En dan ga ik even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze ijskoude donderdag. Het is 23 december. Ik ben klaargemaakt. En ik heb het dus ijskoud. Ik heb een dikke trui aan en de kou sijpelt er gewoon doorheen. Dus ik heb besloten dat het tijd is om mijn winterdekbed op mijn bed te gaan doen. Ik heb een vier seizoenen dekbed, maar ik heb eigenlijk altijd het enkele gedeelte erop liggen. Maar het is nu echt tijd om ook het andere gedeelte eraan te klikken. En mijn vier seizoenen dekbed in zijn geheel te gaan gebruiken. Daar ga ik jullie dan ook bij zetten. Laat ik de rest van de schoonmaak eventjes voor wat die is. Want ik denk dat dat wel, ja, dat is toch altijd een beetje hetzelfde. Dus dan gaan we het winterdekbed erop doen. Ja, ik heb besloten om vandaag de slaapkamer al te gaan poetsen. Dan dacht ik van ja, het is morgen de dag voor kerst. Dan vind ik het wel leuk om morgen gewoon eventjes een relaxe dag te hebben. Dan kan ik morgen even mijn video opnemen. Even lekker bullet journalen, gewoon even relaxed. Dan doe ik donderdag gewoon de slaapkamer. En dat is dan gewoon dikke prima. Dus dat is de planning. Ik denk helaas dat mijn kerstcadeautjes niet meer aan gaan komen. Want de bezorgbedrijven hebben natuurlijk gewoon onwijs druk. Eén cadeautje zou met PostNL komen, maar die wordt elke keer een dag verplaatst. Nu staat hij weer op morgen, maar ik denk zelfs dat hij dat niet gaat redden. En een ander pakketje zou met DPD komen. Nee, DHL, sorry. Ik denk dat die ook niet meer gaat komen, want die is nog niet eens verwerkt. Dus ik denk echt dat het pas na de kerst wordt. Ja, wel jammer, maar ja, goed. Weet je, het was ook wel een beetje te verwachten nu natuurlijk met ja, die lockdown en zo. Mensen die gaan nu gewoon hebben nog steeds gewoon heel veel pakjes besteld natuurlijk. Want ja, alles zit dicht. Mijn moeder kon helaas niet naar mijn oma toe. Want ze zou daar vandaag heen gaan. Maar het heeft gevroren. Want het vroor gisteravond al best wel op tijd. En het heeft geregend. Dus het werd een soort ijzel. Dus ze zei, nou ja, ik denk niet dat ik dat moet doen. Want het is toch een drie kwartier tot een uur fietsen. Als zij onderuit gaat, weet je gewoon dat ze wat gaat breken. Dus ik zei ook, ja, als je nu valt, denk ik dat je het de kerst doorbrengt in het ziekenhuis met gips. Dus ik, nee, ze zei ook dat ga ik niet doen. Dus ze had mijn oma gebeld. Maar mijn oma is dan heel lief en begripvol. En dat begrijpt ze allemaal nog.
Dus ja, super fijn, weet je wel. Dus dan echt zo, je hebt ook wel mensen die zeggen van ja, nou hoor, ik vind gewoon dat je moet komen met mijn oma. Oh ja, nou, ze vindt het natuurlijk wel heel jammer, maar ze begrijpt het dan nog helemaal. Dus dat is natuurlijk super fijn. Gisteravond heb ik Ajax gekeken. Ik had dus twee schermen. Die hebben gewonnen met 5-0. Dus daar ben ik heel blij mee. We staan nu op kop. Alleen PSV moet vanavond nog. En waarschijnlijk gaan die ook winnen. En dan pakken hun de koppositie weer. Dus ik hoop ergens nog dat PSV gaat verliezen. Maar die kans is wel vrij klein. Volgens mij stel ik niet echt scherp. Of wel? Nee, totaal niet. Maar goed, daar staan we dus tweede. En dan moet Ajax gewoon in het nieuwe jaar volop aan de bak om toch weer die prijs te gaan pakken, vind ik. Ik heb een perfecte plaatje gekeken. Dat werd gewonnen door Patrick Martens. Daar was ik wel blij mee, want hij stond in de finale met Frits Dissing. Dus toen was ik ook wel voor Patrick en hij heeft gewonnen. Dus dat was superleuk. Ik heb mijn artikel geschreven, de vlog ingepland. Dus dat was het eigenlijk ook. Ik heb Netflix gekeken en daarna Hudson en Rex. En vanaf volgende week hebben we weer twee afleveringen van Hudson en Rex. Want er is weer een serie afgelopen. Was ook wel weer een hele mooie uitzending. En toen zag ik dat ze op Fox aankondigde dat je 31 december foute muziek hebt. Vanaf 6 uur 's avonds. Ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Kan ik wel even een stukje van kijken. Ik zag wat videoclips van Chips en zo van vroeger. Ik weet niet of er mensen zijn die dat nog kennen. 1001 Night. Chips in Black. Chips is Back. Zoiets. Maar als ik die liedjes hoor, weet ik het meteen weer. Dat vond ik wel leuk, dus dat ga ik lekker kijken dan. Goed, ik ga het eventjes de spullen pakken en mijn winterdekbed en zo. En dan ga ik mooi eventjes aan de schoonmaak. Even kijken of ik nog een was moet doen, want misschien dat er nog een wasje in moet. Dus dat ga ik allemaal even uitzoeken. En dan, ik wil nog even een glittermascara opzoeken. En dan gaan we straks even het winterdekbed erop doen. Dus ja, ik ga even aan de gang. Jongens, het dekbed ligt erop. Bloed, zweet en tranen. Het was echt een drama. Ik kreeg het bijna niet voor elkaar, maar het is gelukt. Het probleem is wel dat deze is gevallen, dus hier zit een flinke barst in. Daar baal ik onwijs van. Dus ik moet eigenlijk gewoon een fotolijstje zien te krijgen met een glaasje. Dan kan ik die gewoon dat glaasje eruit halen. Het is een 10 bij 15. Mijn boeken die willen hier niet meer op staan. Dus ik heb nu deze hier opgezet en de boeken maar hier neergezet. Maar ik vond het echt niet leuk. Ik heb er echt weer een beetje de P in. Dus mijn dag is eigenlijk weer een beetje verziekt hierdoor. Tijd voor vakje 23. De één na laatste, jongens. Morgen hebben we de allerlaatste. Ook best wel jammer alweer. Maar ja. Even kijken. Een tubetje. En hier zit in. Nail & Cuticle Cream. Dus een crème voor je nagels. Wel super leuk. Is altijd wel goed. Een beetje extra nagelverzorging. Want... ja, dat kan je best wel goed gebruiken, vind ik. Dat is superleuk. Ik heb eventjes gewoon de balen ervan. Dat die boeken die vielen om. En ja, dan valt dat fotolijstje om. Zit daar een beste barst in. Je kunt nu niet zo makkelijk een fotolijstje kopen. Je hebt eigenlijk gewoon een goedkoop fotolijstje nodig. Want je wil gewoon alleen maar dat glaasje hebben. Dus dat is een beetje drama. Maar goed, ik hoop dat het goed komt. De was is wel klaar. Ik had toch een was aangezet. Die gaat zo de droger in.
met beide klaar ben. Ik had even een andere trui aangetrokken, want ik bleef steeds met mijn capuchon haken. Daar weet ik ook niet goed van. Het ging in ieder geval allemaal even niet zo lekker als dat het normaal gaat. Maar goed, zal ook wel weer goed komen. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Ik ga even wat drinken, want ik heb een beetje een droge mond. Dan ga ik straks douchen en eten. En dan heb je vanavond goede tijden. En oh, wat een kerst. En dat is dus eigenlijk normaal heb je oh, wat een jaar. Maar nu hebben ze oh, wat een kerst. Dus dat ga ik lekker kijken. Daar heb ik wel zin in. Verder heb je ook niet zo heel erg veel. Ik moet sowieso even foto's bewerken. Ik heb vanavond de laatste aflevering van mijn Netflix-serie. Ja, ik heb de naam maar niet meer genoemd. Want ik kan hem bijna niet uitspreken. En ik vergeet hem steeds. Dus, nou ja, sorry daarvoor. Ik ga vanavond Witse kijken. En dan ga ik morgen met Nieuw Amsterdam beginnen. Dus ja, dat is verder ook wel een beetje de planning. Maar ik ben altijd zo uitgeput, weet je. Maar het was, dat dekbed is zo dik. Je krijgt hem gewoon heel slecht in je dekbed overtrek. Dan zou het wat dat betreft fijner zijn als je met twee bent. Maar goed, het is niet anders. Maar ik heb ook een extreem groot dekbed. Want ik heb Lisimo. Ja, ik vind dat gewoon lekker liggen. Maar ik ben heel benieuwd. Misschien heb ik het vanavond wel je bloed heet. En is het ook heel rap weer gedaan met het dubbele dekbed. Maar goed, dat ga ik vanavond wel zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga vanavond nog wel even, omdat ik morgen moet filmen, eventjes mijn nagels netjes maken. En dan, ja, dat vind ik toch wel netter staan als ik producten moet laten zien in een video. En dan, ja, gaan we het verder wel... wel gewoon zien. In ieder geval lekker op de bank. En ik vind het wel goed. Nou, ik ga jullie morgen zien. Dus bij deze tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 24 december. Ik ben klaargemaakt. Ik zit gewoon in mijn kersttrui. Ja, het kan gewoon. Hè? Het is bijna kerst tenslotte. En ik vind het altijd wel leuk. Ik heb twee kersttruien. En ik vind het altijd wel leuk om het kerst te dragen. Maar ja, zondag dan ga ik natuurlijk naar mijn familie. En dan vind ik het toch wel leuk om op chic te gaan. Dus dan ga ik niet in mijn kersttrui. Maar dan draag ik morgen mijn andere. Het goede nieuws is dat mijn cadeaus zijn aangekomen. Toch nog. Ik had het niet meer verwacht. Maar ze zijn gekomen. Alleen die ene doos is zo groot. Die past niet onder de kerstboom. En ik denk dat het best wel in een kleinere doos had gekund. Maar ze hebben gekozen voor een onwijs grote doos. Dus nou ja. Dat is niet anders. En ik wil het nog niet openmaken. Want dan zie ik al hoe het eruit ziet. Ik weet natuurlijk wat erin zit. Maar ik weet nog niet precies hoe het eruit ziet. Dus ja, dat ga ik niet doen. Ik ga zo meteen een video opnemen als ik heb stof gezogen. Ga ik daarna eventjes lekker bullet journalen. En ja, eigenlijk gewoon even lekker een rustig dagje. Gisteravond heb ik Oh Wat Een Kerst gekeken. Was echt super leuk. Je hebt zo normaal zeg maar Oh Wat Een Jaar. En nu hadden ze Oh Wat Een Kerst ervan gemaakt. Echt super leuk. Vond het echt wel heel erg leuk om naar te kijken. Maar ja, toen ben ik ook eigenlijk wel met de foto's aan de gang gegaan. Om die te bewerken. Volgens, ja, ze zijn bijna volgens mij klaar. Zijn ze al helemaal klaar? Nee, nog niet helemaal, maar bijna. Maar dat maak ik dan vanavond eventjes af. En dan kan ik vanavond de video editen. Verder heb ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gekeken. Dus vanavond begin ik met Nieuw Amsterdam. En daarna had ik Witse. Dus dat was verder ook de avond. Lekker gegeten en zo. Dus eigenlijk verder best wel dikke prima. Verder ook niet heel veel te vertellen. Nee, er is weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik ga nu mooi even stofzuigen en dan ga ik alles klaarzetten om de video op te nemen. Dan staat dat er mooi op. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen.
Zo, het diner voor kerstavond wordt bereid. De rollade is aangebraden, dus die kan mooi doorpruttelen. Ik kan iets harder zetten nog. Dan gaan we nu het laatste vakje openmaken van de adventskalender. Ja, dat is ook alweer zover. Ja jongens, vakje 24, de allerlaatste. Hij is vierkant. Dus wat gaat erin zitten? Ik ben wel heel erg benieuwd. Oh, een oogschaduwpaletje. Kijk, ik heb wel het idee dat er eigenlijk nog een kwastje in op moet zitten. Die zit er niet bij. Maar wel super schattig. Leuke kleurtjes. Heel erg leuk. Hij zit ook weer goed verpakt met zo'n papiertje. Dus nou, super. Nou ja, ik heb eigenlijk best wel een lekkere middag gehad. Ik was mijn speltjes kwijt voor kerst. Dat maakte mij een beetje zenuwachtig. Want die wilde ik natuurlijk per se vinden. Maar ik heb ze weer gevonden. Die lagen gewoon op een ander plekje boven. Dus die heb ik. Ja, de video ging eigenlijk vrij vlot. Ik heb nu een andere manier gevonden om te filmen met de ringlamp. Zodat die niet op mijn bril schijnt. Dus ik hoop dat dat voor jullie ook prettiger is om te kijken. Plannen voor vanavond. Ik heb dus lekker rollade met patatjes eet ik. Ik heb lekkere Vianettatje toen. Of vanavond gewoon lekker koffie met een kerstkoekje. Je hebt vanavond de Meilandjes, de kerstspecial. Dat ga ik natuurlijk kijken, want ik vind dat wel super leuk. Volgens mij duurt dat ook 2 uur, dus daar is de avond wel mee gevuld. Dan moet ik de video nog editen en ik moet mijn artikel nog schrijven. Ik ga beginnen aan het seizoen van Nieuw Amsterdam natuurlijk. En op Videoland ga ik iets nieuws uitzoeken, want dat weet ik nog niet. Dus dat wordt verder ook kerstavond, niet heel spectaculair of zo. Ik zit gewoon lekker op de bank in mijn makkelijke kleding. En ja, een beetje gewoon lekker eten. Verder is het gewoon lekker relaxed eigenlijk ook wel. Hier zo even de laatste dingetjes opruimen. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want morgen en zondag vlog ik wel wat langer met kerst. Maar ja, vanavond is het toch niet zo heel erg interessant om echt langer te vloggen. Dus dat vind ik dan leuker om morgen te doen. Dus dan zou ik zeggen tot morgen. Dan is het echt kerst. Dus ik zie jullie dan weer. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 25 december. Oftewel eerste kerstdag en Merry Christmas. Ik zit helemaal in de make-up. Ik heb me extreem uitgedoucht. Ik heb zelfs kerstoorbelletjes in. Ja, het zijn niet per definitie hele kerstoorbelletjes. Want het zijn schaatsjes, maar die vond ik nog in mijn kast. Dus ik dacht, nou, vind ik op zich wel leuk. En ik ben vandaag gewoon thuis. Ik heb echt nog wel wat dingetjes te doen. Ik moet nog even een was opruimen. Ik moet de kerstcadeaus nog inpakken. Dat is wel even heel belangrijk. En ik moet even foto's maken, want normaal doe ik dat natuurlijk op zondag en morgen ben ik niet thuis, dus dan gaat dat niet. Ik heb wel weer mijn krulmethode gedaan en dat werkt echt wel heel erg goed, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb ook kerstnagels gemaakt. Ik geloof niet dat jullie het heel goed kunnen zien, maar ik kan de lakjes er nog eventjes bij pakken. Ik had namelijk eigenlijk een grove glitter willen hebben, maar ja. Toen kwam natuurlijk de lockdown. Ik had eigenlijk gedacht, oh, die haal ik nog wel even de dinsdag voor kerst. Maar ja, toen kwam lockdown. Toen kon dat natuurlijk niet meer. Dus ik heb nu maar even wat gedaan. De basislak is gewoon deze rode kleur van het Kruidvatmerk. Dat is de basis. En er zit dus een heel fijn glittertje overheen. En dat is deze. Dit is de Jewelry Top Coat. Die zit er dus overheen. Maar ik vrees dat je die niet heel erg goed gaat zien als ik het zo bekijk. Maar goed, ik ben er op zich wel heel tevreden mee. Mijn make-up zit mooi. Ik heb het nieuwe palet van Essence gebruikt, die heel mooi is. Ik heb zelfs wat glitters toegevoegd. Dus ik vind mezelf feestelijk. Ik heb feestelijke schuifjes in mijn haren. Dus nou, ik ben helemaal kerstready. En morgen heb ik eigenlijk een beetje dezelfde look, alleen andere kleding. Die moet ik ook nog pakken, de kleding. Gisteravond was het tijd voor de Meilandjes. Was echt super leuk. Daar heb ik ook wel echt van genoten. Ik heb ook nog Animal Crossing gespeeld. En dat was ook leuk, want daar was het hulpje van de kerstboom. Dan moest je kerstcadeaus uitdelen. Was ook wel heel erg leuk. Ja, het was de eerste keer met kerst dat ik dit meemaakte natuurlijk. Dus super van genoten. Verder heb ik de video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven en ben ik begonnen met Nieuw Amsterdam. De eerste aflevering was al eventjes een beetje
Ja, eventjes inkomen, want je zag een heleboel van de pandemie waar ze mee te maken hadden gehad, ook met corona natuurlijk. Maar daarna begon het ook wel echt, dus het was op zich wel een hele mooie uitzending. Daarna heb ik Mokro Mafia Melton gekeken. Stond echt, het is een film, maar hij duurde echt 42 minuten. En voor ik het wist was hij ook al afgelopen. Dus ik vond het niet echt een veel meer een reguliere uitzending. Maar ze hebben er film van gemaakt. Dus dat was ook leuk. Ik heb lekker mijn boek gelezen. Die is helaas wel bijna uit, maar ik ben er wel super van aan het genieten. Dus dat is natuurlijk top. Dus dat. Ik ga ook alvast even tafelkleed bakken en de fondue, het fonduestel. En ik mag natuurlijk straks mijn kerstcadeaus openmaken. Maar goed, eerst hier zo weer even de stofzuiger er doorheen halen. Dan zal ik jullie ook even de kerstcadeautjes laten zien die ik dus nog moet inpakken. En ja, ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Even kerstcadeautjes gepakt. Als loodje had ik Frank getrokken. En Frank wilde alleen maar cadeaukaarten hebben. Dus een bol.com of PlayStation of Decathlon. Dus ik heb gekozen voor Decathlon. Dus ja, wel jammer, want hij heeft nu maar één cadeautje. Maar hij wilde heel graag dit hebben. Dus die is voor Frank. Deze is voor Lente. Maar ik vrees dat ze deze dubbel gaat krijgen. Want Nathalie zei, anders krijgt ze alleen een washand. Toen zei ik nog, wat voor washand krijgen ze? Dus ik vrees dat niet dat hun ook dezelfde idee hadden met Peppa. Maar goed, dan heeft ze twee Peppa's. En ik heb dit houten xylofoon setje voor haar gekocht voor kerst. Dus dat ga ik nu mooi eventjes inpakken. Dan is dat ook mooi klaar. Ik heb hier een grote doos staan, want ik ga alvast één kerstcadeau uitpakken. Dan doe ik er vanavond nog één. Dus die gaan we nu even uitpakken. In het kastje. Het is dus een nieuw groene statief, maar ik denk dat die echt veel te groot gaat zijn als ik het zo zie. Dus ik ga wel even de statief gelijk pakken om te kijken of die erin past. Maar ik denk dat het te groot is. Dus, maar ik had dus een hoed besteld van Valkenijs voor mijn statief. Voor kerst, want die wilde ik heel graag hebben. Maar ik ga nu even kijken of die er ook gelijk in past. Dat is wel handig. Statiefje. Dit is dus het statief van mijn lamp. Dan kan ik die hier zo openmaken. Ik zal je even wat laag zetten, dan kunnen jullie wat meer meekijken. Dat is handiger. Je kunt hem zelfs ook nog helemaal vast doen met clipjes, zie ik. Dat is misschien wel slim. Dus ik ga hem even openmaken. Dan gaan we even kijken of hij er in past. Past er wel in, maar ja, dus je kunt er dus meerdere dingen in zetten. Ja, wat is de tijger? Nou, zo zit hij er dus in. Je hebt best wel veel ruimte over, maar er kunnen volgens mij meerdere statieven in, maar hij past dus wel. Ik zal hem even dichtritsen. Op zich staat het wel beter dan een doos, weet je wel? Ja, ik ben wel heel blij. Maar er past dus nog een statief bij je in. Er zit hier zelfs aan de zijkant heb je ook nog ruimte voor spullen. Maar dit kan gewoon verder dicht. Maar ja, er passen dus gewoon meerdere statieven in. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij. Dus ja, top zou ik zeggen. Ik heb even fotospullen gepakt. Muis komt in beeld. Ik heb hier allereerst de Cooling Eye Stick. Die wil ik wel graag gaan proberen. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik heb hier een Skin Sensitive Mineral Powder van Essence. Die ga ik lekker testen. En ik heb een limited editie van
Catrice. En dat is de Advent Beauty Gift Shop. Ik heb hier allereerst twee juweelstickers. Twee leuke. Die kun je dus eigenlijk gewoon opplakken. Ik heb twee kwastjes. Oogschaduw. Dat is heel leuk. Drie nagellakjes. Deze kleurtjes. Dat is ook wel lekker gezellig. Delicate Pink Nails. Dit is Rosy Glitter Nails. En dit is Shiny Lilac Nails. Dan heb ik twee producten voor de lippen. Dit zijn denk ik gewoon lipglossjes. Lippenbooster eigenlijk. Dus ik ga ervan uit dat hier weer menthol in zit. Dan heb ik twee highlightertjes, minis. Deze en deze. Roze en paars. En ook twee oogschaduwpaletjes. Roze en paars. Dus ik ga hier nu mooi even de foto's van doen. Dan is dat ook klaar. Dus ik ga even muziek aan doen. En dan gaan we dat eerst eens eventjes doen. Kerstoutfit van morgen heb ik ook gepakt. Ik heb dit jurkje gepakt. Deze heb ik een keertje bij de Kruidvat of Trekpleister gekocht. Maar ik vind deze wel heel leuk. Omdat hij dus dit... Ja, dit is helemaal van kant. En dan kanten mouwtjes. Dat vind ik wel heel erg leuk voor kerst. Zoals vanmorgen. Heb ik een glitterriempje bij gedaan. Ik wilde eigenlijk het riempje wat ik vorig jaar had. Maar daar bleef ik steeds aan haken. Dus het leek me niet zo'n goed idee. En gewoon een zwarte maillot. Want een panty is toch wel koud. Ik heb mijn nieuwe laarsje erbij. Maar ik heb ook Uggs mee. Want we gaan nog even wandelen. En ik weet niet of ik dat trek op mijn laarzen. Ik heb inmiddels hier de olie klaarstaan voor de fondue. En ook de fonduepan staat hier. Dus dat is allemaal top. De foto's zijn gemaakt. Ik moet nog wel even importeren. Maar dat kan vanavond wel. Nu ga ik zo eerst nog even lekker relaxen. En ik sluit de vlog nog niet af. Want ik neem jullie ook nog even mee met het avondeten. Maar goed, dan heb ik in ieder geval alweer het hoofd gedaan. En we gaan vanavond natuurlijk nog even het kerstcadeau uitpakken wat ik had gekocht. Dus ik zie jullie straks weer. Zo, het kerstdiner is ready. Ik heb alles klaarstaan. Deze wordt lekker warm. Ik moet nog wel even opwarmen. Dus ik heb er nog extra patatjes en frikandelletjes bij gedaan. En hamburgertjes en aardappelschijfjes. Ik denk wel dat ik te veel heb voor mezelf. Maar goed, dat gaat nog wel bij de vriezer in. Dus ik ga zo meteen hier lekker van genieten. Zo, inmiddels is het 8:30 geweest. En heb ik heerlijk gegeten. Het heeft echt heel erg lekker gesmaakt. Ik heb er nog best wel lang over gedaan. Ik ben rond 6:00 begonnen. Ik was iets voor 7:30 klaar. Toen zat ik ook wel vol. Toen heb ik de boel lekker opgeruimd. Ik heb hier volgens mij allemaal... Ja, mijn schermpje is een beetje vies. Heb ik gelijk dus de boel afgewassen en opgeruimd. Tafel lekker schoongemaakt. Weer gewoon dit erop gezet. Toen ik had afgewassen ben ik even lekker onder de douche gesprongen. Want ja, ik loop natuurlijk helemaal naar de fondue. En dan is niks lekkerder om fris gedoucht te zijn. Ik voel me nu zo lekker fris. Ik weet niet. Ik heb het nu nog meer als anders. Maar dat komt natuurlijk omdat ik helemaal naar de fondue rook. Ik had toch nog wel weer te veel in mijn eentje. Maar dat is meestal wel het geval. Ik ben ook gelijk helemaal weer kaal. Mijn lipstick is gewoon de hele tijd blijven zitten. Zelfs met eten. En fondue is natuurlijk super vet. Ik heb wel heel erg dorst. Maar ik heb gewoon een glas water staan. Ik had keiharde wimpers gekregen, want ik had glitter op mijn wimpers gesmeerd. En dat was een beetje hard geworden. Maar goed, ik ben weer lekker fris en fruitig. Maar we gaan nog even het laatste kerstcadeautje natuurlijk uitpakken. Want dat zouden we nog even doen. Ik zal je even neerzetten. Ik had namelijk een pakje van Zinzi besteld. En hier staat hier openen. Dat is altijd handig. Super mooi verpakt. Er zit zelfs een cadeautasje bij. Dat is ook altijd wel. Deze is trouwens wel heel luxe. Ja, wel heel leuk gedaan. Maar wat heb ik dus besteld? Dit etuietje.
En daar kun je dus je sieraden in opbergen. Ik heb natuurlijk heel veel sieraden van Zinzi. En hier kun je alles dus gewoon mooi zo inleggen. Vind ik zelf wel handig, want nu doe ik alles altijd. Ik zal jullie er even bij pakken. Leg ik alles op een nachtkastje neer. Ja, dat vind ik gewoon niet het allerbeste. Weet je, als ik gewoon mijn sieraden s'avonds afdoe of uitdoe, is het gewoon fijn dat het niet op je nachtkastje ligt. Maar gewoon eigenlijk ja, mooi opgeborgen. En ik dacht, nou, vind ik dit etuietje wel leuk om alles netjes in te doen. Dus dat was nog mijn extra kerstcadeautje. Ik ga zo eventjes de verhulsjes kijken. Nog even switchen. Straks even weer mijn haren indraaien. Want morgen ga ik natuurlijk kerst vieren bij mijn moeder. Dus dan is het ook wel mooi als ik weer in de krul ben. Dus dat ga ik straks even doen. Ga nog even een bakje koffie maken. Ga ik nog even lekkere witsen kijken. En verder ga ik de vlog alvast voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En Nieuw Amsterdam kijken en nog wat op Videoland. Of een andere serie, weet ik nog niet. Dus dat wordt verder ook de avond. De katten hebben straks lekker een kipstripje gehad, dus die zijn ook weer blij. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga jullie morgen ook meenemen, want mijn moeder vond het ook wel leuk als ik wat ging vloggen bij haar. Dus de camera gaat gewoon mee. Dus ik ga dat nu allemaal eventjes doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemorgen op deze zondag, de 26 december, oftewel tweede kerstdag. Ik ben een beetje aan het haasten, want Nathalie en Frank staan er al. Dus ik ga nog even gaan naar het toilet en dan ga ik weg. Ik neem jullie vandaag mee naar mijn moeder en dan praat ik jullie later even bij wat ik allemaal gisteravond nog heb gedaan. Ik vind het niet lekker om hier iets in te doen, iets van kaas. Kaas? Ja, die heb ik niet, maar je hebt van die tubus. Maar ja, heb ik niet gekocht. Ik heb het niet gekocht, maar ik had daarna gevraagd, moeten jullie dan wat in? De koeken wel, hè? Volkant. Oh, ik heb het niet eens goed gedaan. Oh. Jij ook niet, want jij hebt zo'n kaas. Lekker, ik zou het lekker vinden, iets in te doen. Ja. Maar dan word je echt, dat zo is echt obesitas. Ja, zo werkt het niet zo. Nee, ik eet dat nooit, kind. Nee, oké. Okay. Moeders, hè. Ik heb goed van insla, zeg maar. Gewoon van die vette dingen erin doen. Ah, maar, ik hou er niet eens van. Dus. Nou, eet je maar lekker chips. Nootjes is ook goed voor de calorieën. Ja. Oké. Okay. Jongens, we gaan gewoon starten. Okay. Het doel is, je hebt dus 6 kaartjes voor je. Het doel is om al je minpunten af te leggen. De fiches staan voor minpunten. Dus wat we gaan doen, ik ga zo meteen beginnen met dobbelen. Ik dobbel 2 dames en een 3. Ja. Dat betekent, ik heb een 3 in mijn rij liggen. Die mag ik nu afleggen. Moet ik even kijken of die nou eens op die stapel moet. Niemand heeft een naam. Oké, die mag ik dan dus voor je eigen opzij leggen. Ja. Alleen jij natuurlijk. Alleen ik. En dan is Angela aan de beurt. Een 6 en 2 lama's. Je hebt geen 6, dus je hebt pech. Alle 3 de dobbelstenen tonen waarden die niet in de rij van de speler liggen. Helaas. Hij neemt 1 kaartje uit de lama-rij, waarvan de waarde overeenkomt met 1 van de geworpen dobbelstenen. Dus jij pakt nu de 6 in deze rij. Hij legt dat in zijn rij. Ja, het is nou, gewoon de bedoeling dat ik denk dat je als eerste je eigen rij legt. Nee, ik ben... ja. 5 en een 2. Of een 2, maar je hebt geen 5, dus je mag nu de 2 op vrij leggen voor jezelf. Of niet in die rij. Dan mag Frankie. Frankie, dat vind ik ook meer bakken. Waar zijn die dat is? Ja, dat is ook meer. Dat gaan we zo... 2 en een 4. Dan kan je er een 2 op leggen. Eentje.
De ronde eindigt direct als één van de spelers als een kaars opzij heeft gelegd, dus als je rij leeg is. Ja. Of één van de spelers te veel heeft gegokt en de hele lama-rij moet nemen. Of één van de spelers het laatste kaartje uit de lama-rij heeft genomen. Of alle spelers zijn uitgesteld. En ze spelen alleen over nadat alle andere spelers zijn uitgesteld. Speelt er eens eentje verder om extra voorwaarden. Oké, okay. Gaan we dan wel zien. Je krijgt dus op een gegeven moment. Ja, ik moet het ook altijd even uitzoeken in een stukje. En dan is het tijd voor bier, toch? Ja, wil je een wijntje? Doe maar een wijntje. Ja, lekker hè. Ik wil ook een wijntje. Goed. Ja, ook een scheur. Ja, nee, een alcohol. Wat wil jij, Angela? Ik heb ook een alcohol. Staat ook in de schuur die wijn, liever? Ja, die staat op de grond in de schuur. En voor mij, als je wil, kun je ook een bak meenemen. Het is allemaal koud daar. Ja, doe maar. Wat pak jij ook? Ja, nou doe maar. Ik had maar even de lente weggezet. Nou, staat al klaar. Oeh, kijk! Dan heeft ze een lekker feest! Wat lekker vlies! Oh. Yeah, oh, nou maar, lente loopt gewoon. Oh, heel leuk! Sorry Angela, ik heb schuim gefilmd hier even. Zo jongens, daar was ik weer. Thuis, het is 22:30. Ik was rond 22:00 thuis, toen heb ik de katten gevoerd. Toen ben ik gaan douchen. Toen kroop ik natuurlijk helemaal naar de Comet. Super leuke dag gehad, was echt super gezellig, super geslaagd. Hele leuke cadeautje gekregen, die zal ik morgen nog wel even duidelijk laten zien. Want ja, ik ben nu ook wel
Wat zat ik? Ga zo nog even wat tv kijken. Gisteravond had ik trouwens de Verhulsjes gekeken. En een Witse. En toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. En Kerst bij Koosje, dat was op Videoland. Dat was ook wel heel erg leuk. Maar die heb ik nog niet helemaal afgekeken. Dus die wil ik nog wel afkijken. Alleen is het dan een beetje gek omdat het niet echt meer kerst is. Maar die duurde toch nog wel even. Ja, het was gewoon echt een hele leuke dag. Gewoon heel erg gezellig gehad met elkaar. Maar ja, zo'n dag gaat gewoon super snel voorbij. En dat ja, vind ik gewoon altijd wel jammer. Ik vind het dan ook altijd weer wat moeilijker om alleen thuis te zijn. Want je hebt de hele dag gezelligheid om je heen gehad. Dus dan had ik het wel even weer moeilijk mee. Maar nou ja. Ik ga zo meteen gewoon nog eventjes de video's... ik moet helemaal niks in de video's doen. Foto's bewerken. Ik ga even Hart van Nederland aanzetten. Dan ga ik straks nog even Nieuw Amsterdam kijken. En en de cover. Ik ga mijn nagels niet meer doen. Dat ga ik morgen wel doen. Die kerstnagels zitten nog op. Dat haal ik morgen wel af. Ik heb er nu geen zin meer in. Want ja, het is laat. Dus maar in ieder geval super leuke dag. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te vloggen. Ik moet denk ik nog wel het een en ander knippen. Want Nathalie heeft gefilmd terwijl ik cadeautjes uitpakte. Maar ja, Lente zat er ook steeds bij. Dus ze moest ook een beetje vloggen. Zodat Lente niet in beeld was. Maar dat zie ik wel even met editen. Ja, ik ga nu in ieder geval eventjes de laptop aandoen, even mijn haren kammen en zo. En eventjes wat drinken erin en dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag, het is 27 december. Ik ben klaargemaakt, ik voel me weer een beetje mens. Toen ik wakker werd voelde ik me heel erg zombieachtig. Maar dat komt, ik ben altijd extreem moe. Als ik dan zo'n leuke dag heb gehad, zoals gisteren. Ja, dan ben ik gewoon hartstikke moe. Ik had gistermiddag had ik ook echt al, pas 1:30, toen begon ik al een beetje in te kakken. Gelukkig begon dat later wel weer wat beter te worden, maar oh, ik was gewoon echt wel goed moe. Ik was op een gegeven moment ook echt wel klaar om te gaan slapen. Maar op zich, komt het allemaal wel weer goed. De aankomende dagen gewoon even goed bijslapen, dan ben ik wel weer helemaal fris en fruitig. Gisteravond nog eventjes de foto's bewerkt. Die zijn af. En ik heb eventjes Nieuw Amsterdam gekeken. En dus undercover. Hierna nog maar 2 keer undercover. Dan is het alweer klaar. Dat is ook wel echt super spannend. Ik heb de verwarming hier even wat aangeraamd. Ik had het toch wel wat koud gekregen. Maar ja, goed. Dat was het ook eigenlijk wel. Ik heb wel eventjes een lipgloss op. Die je eigenlijk niet echt ziet. Want het is zo'n lipbooster van Catrice. Maar... ja, je ziet hem niet echt, maar op zich is het ook niet zo heel erg. Want ik had hele uitgedroogde lippen gekregen van de lipstick. Want hij heeft echt heel erg goed is. Die blijven zitten gisteren ook de hele dag. Het is echt een fantastische lipstick. Maar op een gegeven moment gaat het uitdrogen. Ik had gewoon echt hele onwijs droge lippen. Dus ik heb ook na het douchen echt onwijs zitten smeren. Dat ze eventjes weer vet werden met een lippenbalsem. Ja, zo meteen op de planning. Ik ga hier de schoonmaak weer eventjes doen. Ik zal ook eventjes de verstuiver aanzetten. Want het ruist hier nog een beetje naar de fondue. Dus dat is wel lekker als dat even ja, een beetje vermengd wordt met de eigen geur. Ik ga de kattenbakken doen, de gang in de douche. Ik moet even de fonduepan nog afwassen en opruimen. En ik moet een was aanzetten. Dus ik ga jullie ook gewoon weer meenemen. Maar ik zal allereerst eventjes de cadeautjes pakken die ik heb gekregen voor de kerst. Want dan kan ik die nog even duidelijk laten zien. Dan kan ik straks ook een beetje gaan opruimen. Want er is ook wel weer eventjes nodig. Dus die ga ik er eventjes bij pakken. Nou, allereerst had ik gevraagd of mijn moeder voordat de lockdown begon nog even van die Iltsokken voor mij wilde halen bij de Action. Omdat zij dus wel een Action heeft. Ze had gelijk even 3 pakjes voor me gehaald. Want ja... je weet of je niet hoe lang die lockdown gaat duren en of die verleend wordt. Dan kan ik in ieder geval wel gewoon mijn eelt bijhouden. Dus die heb ik. Mijn moeder had als extraatje onder de kerstboom nog Marsje neergelegd voor mij. En Nathalie had KitKat en Frank Snickers. Dus die. Even kijken. Even hier heel goed kijken hoor. Want ik... oh, hier heb ik zeegoedjes voor de Aldi. Even kijken. Nu heb ik even een beetje zoeken. Nou, ik heb hier van Nathalie had mij getrokken. Die heeft dit boek van mij gekocht van Marion Pauw, Black Friday. Die had ik eigenlijk al gevraagd met, voor Sinterklaas. Zei ze, weet je nog een dingetje? Ik zeg, nou, ik vind zo'n boek wel leuk. Die had ze nu voor kerst gedaan.
Ik had een pyjama-broek gekregen, ook weer super blij mee. Super fijn, dus dat is ook altijd wel weer heerlijk. En eventjes kijken hoor. Een lekker vliesvest, want ze had gehoord dat ik het altijd koud had. Dus ik had een vliesvest gekregen. Mijn vader had deze bij mijn moeder gebracht. Een bol.com cadeaubon voor de kerst. Want ik heb het wel eens verteld, maar voor de mensen die het nog niet weten of die eventueel nieuw zijn op mijn kanaal. Mijn ouders zijn gescheiden. Dus wij hebben altijd zeg maar mijn ouders kunnen gewoon nog steeds goed met elkaar overweg. Ook gewoon bij elkaar op verjaardag gekomen. Dus voor Nathalie en mij is het ook heel handig. We hoeven nooit onze verjaardag apart te vieren. Dus die had hij even bij mijn moeder gebracht voor ons. En nog kattenstikjes. Die lagen ook onder de boom voor de katten. Dus wel weer goed gewend in ieder geval. Dus dat. Ik ga het nu eventjes wat doen. En dan ga ik jullie er ook gewoon nog even bij zitten met dingen die ik ga doen. Maar eerst maar eens even wat gaan doen. Want de tijd gaat alweer hard zat. Dus ja, ik ga eventjes gauw aan de gang. Zo, inmiddels heerlijk klaar met alles. Ik heb de nagellak net verwijderd. Dus ik moet nog even de randjes een beetje bijveilen. Maar ik kan er vanavond even een frisse kleur op. Want ja, weet je, het was ook heel lelijk geworden. En ik hoef natuurlijk niet de hele week nog met kerstnagels te lopen als kerst voorbij is. Ik heb best wel wat dingen gedaan gelukkig. Nou, de fonduepan is schoon. Die staat weer netjes boven. Cadeautjes heb ik al boven gebracht. Ik heb de boodschaptassen al naar beneden gehaald. En kleding voor morgen, omdat ik morgen boodschappen moet doen. De kattenbakken zijn weer schoon. Ik heb die bol ook weer eventjes naar de kliko gebracht. Het vieze zakje. Wasje gedraaid. Die is nu zo goed als klaar, denk ik. Douche is lekker schoon en nog zegels geplakt. Dus ondanks dat ik me een beetje brak voelde, ben ik toch nog best wel lekker bezig geweest. Maar ik vind het ook wel lekker, want nu is alles mooi weer klaar. Katjes hebben ook net lekker eten gehad. Die had ik nog een kipstrip beloofd. Eigenlijk had ik zaterdag gezegd, jullie krijgen er morgen nog één voor kerst. Maar ja, toen was ik zo laat thuis en hun hadden zo laat eten. Ik denk, ga ik ze niet ook nog kipstrips geven? Die hebben ze straks eventjes gehad. Wat moet ik verder nog doen? Is het alleen nog even de was in de droger doen. Douchen en koken straks. En dan vanavond ga ik voor de bank, voor de buis hangen, wou ik zeggen. Ik ga sowieso goede tijden kijken. En ik moet even in de gids kijken. Ik moet trouwens even mijn telefoon schoonmaken. Want je hebt vanavond op RTL 4, maar ik moet even kijken of die wil laden. Heb je Staand verder leven naar de moord op Peter R. de Vries. En dat lijkt mij wel heel erg mooi. Dus dat wil ik eigenlijk gewoon gaan kijken. Verder heb je eigenlijk toch niet zo heel erg veel wat ik heel erg leuk vind. Dus ik ga dat kijken. Ik moet sowieso nog eventjes een artikel schrijven. En ik moet nog een video in elkaar zetten voor vrijdag. Ik ben deze week nog best wel druk voor blog en YouTube. Maar ja, het is ook zo gek. Want het is de laatste vlog van 2021 ook alweer. Dus dat is best wel gek. En verder ga ik vanavond weer kijken naar Nieuw Amsterdam en ook heb ik weer witsen, dus dat wordt verder ook de avond. Maar nu zou ik in ieder geval even zorgen dat de was in de droge komt en even lekker relaxen, want daar ben ik wel even aan toe. Want gewoon eventjes een beetje
Relax. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 28 december. Ik ben klaargemaakt. Het is hier echt onwijs donker, want het is een heel donker dagje. Maar ik moet zo meteen boodschappen doen. En als ik de deur uit ga, wil ik liever niet de kerstverlichting aandoen. Maar ik ben nou toch niet zo heel laat terug, want mijn coach is er 1:30. Dus nou, ga ik dat zo even doen. Ik heb mijn nagels gedaan gisteravond. Deze. Het is dus dit kleurtje. Die heb ik zaterdag laten zien met foto's maken. En dan kan ik even bij het raam gaan staan, of ik de naam kan lezen. Dit is de C01 Delica Pink Nails. Ik vind hem wel heel leuk. Dus die heb ik mooi aangebracht. Ik heb gisteravond die documentaire gekeken van Petra de Vries. Die werd uitgezonden op RTL 4. Nou, ik vond het heel heftig. Ik heb het niet droog gehouden. Ik heb echt... Mijn tranen zijn gevloeid. Dus ja, ik vond het heel heftig. Maar ik vond het ook wel heel mooi om te zien. Daarna nog even kerst bij Koosje gekeken. Kerst is wel voorbij. Maar oké, ik wilde toch nog even dat programma afzien. Want als ik het volgend jaar ga afkijken, dan weet ik niet meer waar het over gaat. Artikel geschreven. Al met wat foto's aan de gang geweest. Een video in elkaar gezet voor vrijdag. Toen heb ik Nieuw Amsterdam gekeken en daarna Witsen, dus dat was het ook. Ik ga even gewoon stofzuigen en de bakken scheppen van de katten en even schoenen pakken. En dan ga ik straks boodschappen doen en dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Want mijn batterij is bijna leeg, dus ik zou zeggen tot straks. Zo, terug van de boodschappen. Ik ben echt heel erg nat geregend. De zon komt er nu alweer een beetje door. Maar het is echt pas 4:10. Dus ik ben heel vroeg. Dus ik ga denk ik zo nog even wat opruimen en bullet journalen. Maar ik zal eerst even de boodschappen laten zien. Mijn moeder en ik hadden plantjes gezien in het krantje van de Lidl. En die vonden we heel leuk. Mijn moeder zei, neem er maar 3 mee. Dat zei ze zelf ook en Nathalie ook. Aangezien ik Nathalie nu zaterdag zie, vrijdag zie, dat ze meegaat naar het ziekenhuis. En dat zijn deze plantjes. Ik heb deze roze in een potje. Ik heb een blauwe en een ja, groen goud. Ik weet niet precies wat voor kleur het is. Ik moet ze nog wel even een beetje water geven. Dan kan Nathalie deze 2 meenemen voor hun. Dus die heb ik meegenomen en ik zal nu even de rest van de boodschappen laten zien. Oké, zijn we scherp? Ik geloof het wel. Allereerst Sparma meegenomen. Deze ga ik even indelen in bakjes. Die kunnen dan mooi, ik kan dan mooi de vriezer in. Want die was nu in de aanbieding bij de Aldi. Ik heb een pakje gehakt meegenomen. Die moet wel de vriezer in, want die wil ik maandag pas eten. Dus die moet ik even in de vriezer doen. Die moet ik ook even door de helft doen dan. Ik heb de slaapvinken. Geen verrassing meer. Ik heb poedersuiker, want ik ga zelf oliebollen bakken vrijdag. Dus poedersuiker. Chocomel. Spekjes. Aardappelschijfjes, 2 zakjes. Ik heb Blub Blub. Strawberry party drink. Is alcoholvrij. Eigenlijk is het kinderchampagne. Maar ja, ik mag toch niet heel veel alcohol hebben. Ik vind het gewoon altijd heel lekker. Dus ik dacht, heb ik dan voor oud en nieuw. Vond ik gewoon lekker. Ik heb mezelf voor oud en nieuw ook verwend met een flesje echte Coca-Cola. Want ik had het eigenlijk vorige week willen hebben voor bij de kerst. Maar dat hadden ze toen niet. Dan heb ik hier... kattengrit. Ik haal het normaal bij de welkom, maar dat doe ik dan volgende week eventjes. Want ja, dat is gewoon even makkelijker.
Ik heb even kuppensoep gehaald. En dit handige dingetje, die was nu, even kijken hoor, wat die nou heeft gekost. 2, 3. Die was nu nog €1,50 en die past bij het tasje wat ik heb van Elle. En daar kun je dus dan wat pasjes in doen, want ik moet anders mijn pasjes los meenemen. En ik moet dat er even uithalen. Want, kijk hoor, die is. Glas. Oh, ik had een glas bij Aldi. Die kon je sparen. Ik had zegels van mijn moeder meegekregen. Dus die heb ik ook meegenomen, een roze. Dan heb ik de oven mini snacks voor de airfryer. Ook voor vrijdagavond. Ik heb meegenomen voor de soep. Maar ik weet dus niet of ik het ga eten vrijdag. Dat moet ik even kijken. Koffiecupjes. Voor Nathalie heb ik een flesje of een blikje cassis meegenomen. Ik weet niet of zij wat gaat drinken vrijdag. Maar dan heb ik in ieder geval wat te drinken voor in huis. Even de keukenhandschoentjes. Want ik had nieuwe aangebroken. Flesje zonnebloemolie. En de white chocolate mocha. Dit is eigenlijk de Christmas koffie. Die was nu een eurotje. En deze vind ik zo lekker. Dus daar heb ik er 2 van meegenomen. Soepballetjes. De oliebollenmix heb ik meegenomen. Want ja, anders kun je geen oliebollen bakken. Broccolietje. Boontjes. En als laatste heb ik nog gezeefde tomaten. Even alle boodschapjes. Dus ik ga dit mooi even opruimen. En dan ga ik nog eventjes wat doen, want dat kan nu mooi even, maar eerst maar even zorgen dat de boel opgeruimd wordt. Zo, alles is inmiddels op zijn plek beland waar het moest zijn. Ik heb een beetje opgeruimd en ik heb zelfs nog even gebullet journaled. Ik denk dat ik morgen de doodles wel afkrijg, dus het was wel eventjes nog leuk om eventjes te doen. Ik moet zo wel even mijn bril poetsen, want die is een beetje nat geregend. Ik heb inmiddels mijn spijkerbroek verruild voor een chillbroek, want nou ja, het ziet er niet uit, maar niemand die het ziet en... Die was ook nat geregend en ik had geen zin meer om in mijn spijkerbroek rond te lopen. Dus ik dacht, ik doe lekker mijn chillbroek aan. Straks ga ik toch lekker warm douchen. Dus dan is het ook allemaal wel weer goed. Ja, planning voor vanavond. Ik ga zo eerst nog even lekker relaxen. Dan ga ik dus straks douchen en eten. Dan heb je vanavond goede tijden en Zeeman confronteert stalkers. Dus dat ga ik sowieso kijken. Ik denk dat ik daarna nog eventjes de laatste aflevering van seizoen 1 van de Verhulsjes ga kijken. Die heb ik nog opgenomen. Vanavond wil ik ook verder de vlog afmaken en de foto's bewerken voor het artikel van morgen. En verder eigenlijk heb ik vanavond gewoon Nieuw Amsterdam en ook weer Witse. Dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair of zo. Ja, het was nu gewoon even heel, heel nieuw dat ik al terug was. En dat had ik niet zo, zo vroeg verwacht. Maar goed, nou was het tijd om nog even wat te doen. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Want ik vrees dat die alweer heel lang is geworden. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik meer heb gevlogd ook met kerst. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Dan kun je ook het belletje aanklikken en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En het gekke is, het is gewoon de laatste vlog van 2021. Dus de volgende vlog die komt in 2022 online. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen... Tot de volgende vlog in 2022. Maar er komt nog een... er komt vrijdag nog een video online. Als jullie dit zien, komt er morgen nog een afsluitingsvideo online van het jaar 2021. Goed, bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!